Het is nu september, dan hebben we nog kleine 4 maanden. Ja. Gaat hij dit 4 maanden lang volhouden? Ja, dat zei ik dus ook al tegen Ger. Dat hou je toch niet vol, 4 maanden lang jezelf te zijn? Ja, Ger dacht van wel, maar ik zeg, Pam, het ga je door de mand vallen. Dat kan niet, dat hou je niet vol. Maar hij gaat het wel volhouden. Ja. Weet je wat het ding met Jesse is? Kijk, als Jesse een bepaald doel heeft, hè, wat hij echt clearly voor zich heeft, van joh, december, daar moet ik naartoe. Dan is het heel makkelijk voor hem om die knop om te zetten. Bijvoorbeeld, hij kan ook zo maandenlang sporten. Maar als hij de motivatie voor heeft en een bepaald doel daarvoor heeft. En dat ja, en hij kwam hier natuurlijk echt voor die titel, hè. Hoe dan ook. Ik denk dat als hij die titel niet krijgt, dat gaat hij echt heel lastig vinden. Als je het over de duivel hebt. Oh nee, hij gaat ergens anders. Ja, dat gaat hij vreselijk vinden. Wij werden van de week, 's ochtends vroeg werden we wakker. En dan hebben we al gelijk hele gesprekken. En toen hadden we het dus... Komt hij eraan of niet? Kun je dat zien? Nee, hier. Gaat hij naar binnen? Nee. Hij staat niet voor het deurtje. Wat? Hij staat hier niet voor het deurtje. Wacht, als ik dit vertel, krijg ik gelijk oorlog. Oh, hij is daar. Nou, dus... gelijk in de ochtend hadden we het dus over de finale. En ik weet niet hoe het ter sprake kwam, maar... Hij vroeg dus eigenlijk of ik Utopia zou willen. En ik zeg, tuurlijk wil ik Utopia winnen. Ik zeg, daar zou ik ook keihard mijn best voor doen. Was hij boos? Hij was dus gewoon boos dat ik graag Utopia wil winnen. En hij zei, oh, maar zou je dat terecht vinden dan als jij dat wint? Vind je dat je finalist waardig bent? Ja, zo gaat hij beginnen. Ja. Zie je? Absoluut. En dan vond hij verdiend? Nee, echt niet. Ja, ik zweer het je. Hij was gewoon boos dat ik ook winnaar wil worden. Ja. Dus hij wil eigenlijk dat jij het hem gunt. Ja, daar natuurlijk gun ik het hem niet. Maar ik ga die strijd heel graag met hem aan, hoor. Daar gaat het dus om, hè. En dat merk ik ook, want ik ben echt geen stupid motherfucker. Hij probeert mij dus op die kleine momentjes. Hij komt 's ochtends heel vaak naar de tent toe. Komt hij me eigenlijk een soort van naar bed halen. Ja. En dan zegt hij van, oh ja, het is 9:30. En dan is het 9:50. Maar gewoon even om te laten zien voor jongens, hey, dit is er gaande. Oh, het is 9:30, terwijl het niet 9:30 is. Maar ik ga dit niet trekken, hoor. Nee, ik heb precies hetzelfde. Maar echt niet. Als ik die situatie met hem heb, dan kook ik. Dan ben je een vreselijk persoon. Ja, ik denk precies hetzelfde. Maar ik ga nu gewoon heel overdreven gedrag vertonen. Ja, baas. Kapitein, toet toet. Kapitein. Ja, dan wordt hij helemaal lijp. Dus, poeh. Moet je ook kijken hoe die iedereen aan het dirigeren is. Vooral mensen die dichtbij hem staan, inderdaad. Bij mij ook. Ik heb nog geen... Dit is de eerste keer dat ik zit van... Nou, dat is niet waar. Ik heb vanmiddag een boterham op. Ik heb geen minuut gezeten vandaag. Merel, zou je zo niet gaan schuren? Of wat ga je doen? Zo was het. Ik zeg, nou, ik ga verven. Oh, zou je niet gaan schuren? Daar verdienen we geld mee. Ik zeg, nee, ik ga verven. Denk ik. Ga die mensen die heel de dag op hun lui reet zitten, ze even achter de voldaan. Niet mij. Ik zei precies hetzelfde. Ik zei van, waar is Milena dan? Ja, Milena. Die komt om 12:00 middags pas de nest uit. Ja. Het is verschrikkelijk. Maar die... is in zijn ogen geen kans hebben precies. Voor. Hij zit alleen die maar... Die laat hij met rust. Hij zit de directe concurrent even een beetje te steken. Ja. Maar goed. It get on. It get on. Dus Fries voor... het gaat aan. Het gaat beginnen, toch? Ja. Ja. Ik doe graag mee aan de strijd. Maar dan wel als mezelf gewoon. Ja, ik heb precies hetzelfde. Niet als de perfecte Merel, want dat ben ik niet. Maar meer, ik ga ook niet in 1 keer 7:00 mijn nest uit. Nee. Oh, nou jongens, wat gaan we vandaag allemaal doen? Oh, bloemetjes water geven. Oh, ik ga even de oven schoonmaken. La, 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 la. Oh ja. Vaatwasser ruimen. Oh, la, 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 la. Oh, wat een vrolijke dag. Nee. Dat is toch raar? Ja, tuurlijk is dat raar. En dan snap ik niet dat je niet als die persoon zijnde begrijpt dat... jij dat niet bent. We zijn een reality. Ja, iedereen volgt toch ons al jarenlang. En in 1 keer gaan we ander gedrag vertonen. Wie is je dan achterlijk? Ja, ik snap het ook niet. De kijker niet, hoor. Nou, ik snap hier helemaal... Ik snap hier niks van. Want ik weet nu, als ik dat gesprek met hem aan zou gaan... dan zegt hij... dan gaat hij me ook gewoon voor gek verklaren. Maar doe het voor... Weet je? Doe het voor de geheime... Ik ga dat vanavond in bed. Ik ga dat doen. Dan moet je gewoon zeggen van... Yes... je doet anders. En ik snap dat je heel graag de finale wil winnen. Maar zou je het niet normaal willen doen? Ja, gewoon als jezelf. Ja. Oh, dat ga ik echt doen. Ja, want dan heb je oorlog. Want ik had het ook.
Ik zei van, ja, maar dit is mijn mening en ik vind dat en ik zie dat zo. Ja, ga ik weer met ruzie slapen. Je snapte er helemaal niks van dat ik het zei. Nee. Echt verhaallijk. Hoe kun jij dat doen? Oh, hoe kan ik dat doen? Oh, ik krijg er jeuk van. Ja. Echt. Oh, dat jij dit uit je en dan krijgt. Jou... Ja, doet het net alsof ik domme Henkie ben. Puur omdat je het benoemt. Ja, tuurlijk. Hij wil niet dat het zichtbaar is. Nee, maar ik ga je vertellen, ik blijf dit benoemen. Ja, Jesse heeft denk ik een heel groot hart voor Utopia. Ja, voor de mensen vooral. Ik denk dat hij de vijver zelfs nog wil schoonmaken. Oh jongens, oh plastic. Oh, ja. Oh jongens, moest kijken. Oh, een filtstift. Oh, wat erg. Oh, als een walvis zit in slik, nou, dat is niet best. Nah. Als Katie een slokje water zou willen maar, hebben. Maar ik vind het interessant. Komt dat dan omdat Brandon wil winnen. Ja, maar is dat, denkt hij dat soort types... Utopia gaan winnen. Want dat is dus een beetje ding. Of is hij, wil hij graag, omdat hij een grotere draagvlak binnen de groep creëren, dat mensen hem aardig vinden, dat hij zo geen stemmen krijgt. Ik ben benieuwd naar zijn visie daarover. Is het omdat hij denkt dat soort types Utopia winnen? Maar het is toch ook belachelijk dat hij iemand anders afschreef, bijvoorbeeld jij van, en vind je dat je het verdient om Utopia te winnen? Maar dat is toch ridiculous? Dat is, hij probeert gewoon mensen die nu een soort van kans hebben zijn, probeert hij allemaal een beetje te prikken. Ja, ja, ja. En een beetje voor de spiegel te houden van, ja, denk jij nou echt werkelijk waar dat je Utopia gaat winnen? En altijd maar, hij gaat je heel veel benoemen op de foute dingen die je doet. En hoe overtuigender ik zeg, ja, ik word Utopia finalist. Ik zeg, en ik hoop dat ik neus aan neus met jou kom te staan. Hoe overtuigender ik dat elke keer zeg, hoe kwaaier die wordt. Ja, natuurlijk. Woedend. Tuurlijk. Jesse komt eraan. Nee, dat zou betekenen. Maar maakt het zichzelf dan ook wel heel erg moeilijk. Denk ik dan. Want als je dan... Nou, als Ger en ik al degene zijn die zich hier dood aan irriteren. Ja. Dan wordt het wel heel lastig. Hey! Hey! Hoe laat is het eigenlijk? Het gezelliger. De tentclub. Heb je je lasagne in de oven zitten? Ja, al heel erg leuk. Je moet goed kijken hoor. Ja, maar hij staat niet zo hard. Dan kan het geen kwaad. Kom ik ja, langs voor de gezelligheid, ben je gelijk weg? Ik ben helemaal niet weg. Oh. Gaat weer zitten. Ja. Oh, ja. Ja, maar Riz zal hier heel blij mee zijn. Mag niet op de bed. Die wil hoor. Snel een Brandon. Nou ja. Hé, hey, ze hebt er Chinese dingen heeft ze wel uit. Ze heeft wel geluisterd. Nou ja, als hij vanavond verf in de bed vindt. Zo, ik ben het hartstikke schoon. Nou, ja. Laten we daar nog niet helemaal eerlijk over zijn. Maar ja. Is al gelukt? Ja. Sam, kom niet. Hey Wyatt is er, hè? Misschien moeten we vragen of hij morgen naar de camping komt of niet. Gewoon kamperen. Kom kamperen. Wat? Wel? Ja, wel of niet. Of het nou wel of niet doorgaat. Ja, ik heb ook heel de dag mijn mail niet gecheckt. Hm. Ja. Nu kunnen we het live vragen. Live? Ja, dat zou die kamperen? Ja. Ja. Oh, hij heeft ook een keer gekamperen. Ja, als de eerste stond dit mailtje. Ja. En Henk op weg wil ook komen, hè? Ja, Henk op weg wil even echt een leuke site. Henk op weg, die fietst hier. Nou, mevrouw slaat wel met de deur. Ja, valt met de deur in huis. Net zoals ze boos is. Gelukkig is het allemaal plastic. En hout. Plastic. Okay, ik ga maar even roken. God, dat hout komt geen einde aan, jongen. Nee. Ik vond me een hele dag lang staan zagen. Gek voor woorden. Toen ik zag dat Andrea er zat, ik dacht van, nou, hoeft even niet. Wat? Daarbij het schuren. Dat is, oeh. Nee, dan had je net zo goed kunnen blijven zitten, maar die is elke keer binnen 10 minuten weg, hoor. Ja, dat klopt. Die kijkt 4 keer naar de schuurpapier, kijkt 4 keer naar het plankje en is het klaar. Ja, ik ben ook niks anders van Andrea gewend. De woordvoerder van Shelly. Apart, hè, die twee, hè? Ja, nou, ze kwam letterlijk naar het atelier toe. Ze zei van, Gerrit, zou je de muziek even wat zachter willen zetten? Want Shelly heeft een post gekregen en die wil dat even lezen. Toen ik zei, ja, tuurlijk. En ik doe hem wel uit, zei ik. Dankjewel, woordvoerder van Shelly. En dan, ja, maar dat komt niet vanuit mij. Helemaal lijp. Ja. Yeah. Hé, hey, zet hem op. Groetjes. Zijn ze allebei weg? Ja.
Merel vindt dat ongemakkelijk natuurlijk. Ja. Die liggen, de twee liggen elkaar nu al niet. Nee, goed. Maar ik kan me niet voorstellen dat je zo tegen je directe mensen doet om je heen. Ja, ik vind het niet verrassend. Ik merk het ook. En ik constateer het allemaal. Ik sla het allemaal op. Hij probeert me overal even een beetje te steken. Van, joh, oh, dit heb je nog niet gedaan. Oh, zou je daar niet mee aan de gang moeten? Oh, moet je niet even kistjes doen? Ik denk van, joh, gozer. Ik ben je werknemer niet. Nee. Ja. Maar denkt hij, zou dat misschien een strategie zijn om... om ons dan een beetje te prikken. En omdat hij dan ook wel weet dat het goed komt. Nou, ik denk wel dat hij weet dat hij meer credits bij jullie heeft. Dus ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat je de mensen om je heen... Die kunnen ook meer van je hebben dan andere wensen, weet je wel. Dus ja, ik denk dat... Ik weet niet of dat een strategie is, maar onbewust is dat wel altijd wel zo. Als je even nukkig bent of je zit niet lekker in je vel... kan je beter tegen die mensen een beetje... dwars en dat soort doen, dan weet je wel, mensen met wie je toch al niet ligt. Want als je dat doet, dan weet je wel, wordt het nog groter en dan maak je nog meer. Ja, lasagne, dus is klaar. Maar ik denk wel dat... ik moet er dus nog heel even goed over nadenken. Want ik ben heel benieuwd, en dat zal Jesse nooit aan mij vertellen, maar ik ga wel kijken of ik erachter kan komen, wat hij denkt, wat de ideale persoon is die Utopia kan winnen. Want hij is goed op de hoogte wie in de pool waar precies staat. En dat is voor hem rete belangrijk. Hmm. Nou, als jij nu een schets mag maken van Brendan. Ik? Ja, als je die zou maken. En je kijkt nu naar het gedrag van Jesse wat hij nu uitvoert. Hmm. Dan zitten er toch best wel wat raakvlakken. Ja? Van... Hij probeert eigenlijk een beetje te spiegelen. Maar Brendan helpt... niet vanuit zichzelf andere mensen. En Jesse doet dat wel. Die biedt zijn hulp aan. En die gaat meedenken met mensen. En hij doet dat dan een beetje op die manier. Ja, maar ik denk, kijk, als je kijkt naar de eigenschappen die Brendan heeft, waarom die hoog in de pol staat. En dan nu Jesse, hoe hij denkt dat ja, wat hij graag wil uitstralen. Ja, maar Hiss, dat zegt ook niet alles. Nogmaals, ik sta ook hoog in de pool. Ja, maar met heel ander gedrag. Maar hoe kan het? Kijk, oké, ik ga je nu wat zeggen. Ik denk, je hebt een Utopia-kijker, hè, die kijkt hoe mensen wat dan ook hebben. Adriaan valt weg. De type, die types die op Adriaan altijd hebben gestemd. Nou, wie zal zij hun stemmen gaan verdelen? Ja, ik heb ook geen flauw idee. Nou ja. Dat heeft voor mij één. Oh ja, ik snap hem. Daar moet je ook over nadenken. Ja. Ja. Hij probeert gewoon, oh god, ja, nu het zegt. En wat je over na moet denken is, van wat voor soort type mens, daar kijkt een Utopia-kijker. Wat voor Utopia-kijker gunt iemand die titel? Wat voor eigenschappen moet die persoon hebben? Hoe moet die persoon eruit zien? Wat moet die doen? Ja, slim. Ja. Nee, ik snap wel een beetje welke kant dat hij op wil natuurlijk. Ja, heb jij één film gekeken? Nee, niks. Nou, dan op eens. Ja, het begin en het einde een beetje. Ja. Ja, joh, weet je, dit zit mij geen worst. Ik ben gewoon lekker wie ik ben. Ja, maar weet je... Het komt niet eens in mijn hoofd op. En ik denk juist wel. Die gaat hier heel erg over filosoferen. Ja. Bijvoorbeeld een Adriaan valt weg. Dus er zijn een gros aantal mensen die op Adriaan stemmen voor Utopiaan van het jaar of Utopiaan van de week. En dat valt weg. Want Adriaan is weg. En er komt niemand meer voor in de plek. Nee. Dus die mensen moeten ook weer stemmen. Dus die komt ergens anders weer bij. Ja, dat denk ik niet eens over na, joh. Huh? Terwijl ik wel tactisch ben en ik snap het allemaal wel, het spelletje, maar zo ver gaat het bij mij niet eens. Als jij die titel wil winnen, Ger, dan moet je wel vooruit blijven denken en dan moet je wel denken over hoe je dat wil doen. Ja.
Ja. Ja, maar hij is, ik ga niks, weet je, ik win hem omdat ik het ben. Ja. Hè? Dus omdat ik Gerrit ben. Gerrit. En Gerrit gaat niet rare dingen doen, zoals Gerrit gaat niet in één keer het atelier schilderen, of de caravan in één keer schoonmaken, het dak repareren, de vijver schoonmaken, de keuken opruimen. Dat ga ik allemaal niet doen. En joh, weet je, ik zat er laatst wel over na te denken. Van joh, als ik nu even helemaal gereed met te doen heb, wil ik ook eigenlijk wel een beetje gaan schoonmaken. Ja. Maar niet om zieltjes te winnen of zo, maar om eigenlijk een soort van daginvulling te hebben. He, wat Maris dus heeft, dan denk ik van ja, best chill. Ja. Ze is er wel mee aan de gang en het duurt lang. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Als ik een keer denk van nou, god, nou ga ik het sanitair gebouw wel schoonmaken. Ja. Dan is dat chill. Maar het is nou niet dat ik dat in één keer ploep en kijk eens, wat schoon, heb ik gedaan. Maar daar word ik zo moe van. Dat zei ik nou net tegen jou op het plateau. Ja. Ik word er zo moe van. En ja, gelukkig zien andere mensen het ook. Want... ja, Merel valt het natuurlijk ook op. Ja. Dat is ook logisch, staat dicht bij hem. Anders dacht ik dat ik helemaal gek zou zijn. Ja. Maar ik vind het echt schandalig dat Jess dat tegen een Merel heeft gezegd. Wat? Dat Jess dat tegen een Merel. Ja. Dat vind ik echt... Ja, maar vergeet niet. Een van de dingen waarom hij terug wil komen naar Utopia is dat hij graag Utopiaan van het jaar zou zijn. En dat is prima. Maar dan ga je je relatie... Merel ga je het dan niet gunnen? Juist in de relatie. Als ik dat zou hebben en ik hou iemand, echt zielsveel van iemand. Dan zou ik zeggen van, joh, ik wil hem natuurlijk het liefste winnen. Maar als ik hem niet win, dan gun ik het jou. En dan, bijvoorbeeld, kijk... Nee, hij hoopt echt dat zij dat hem gunt. Ja, maar dat kun je niet. Want ik denk ook dat Jesse echt denkt, ik ben ook de ideaalste persoon om deze titel te winnen. Kijk, hij vindt jou echt een toffe gast, dat weet ik zeker. En hij vindt jou gaaf. Maar als hij met zijn analytisch oog, hoe hij vindt... Hij heeft een beeld... Zo denk ik. Hij heeft een beeld van hoe moet een utopiaan eruit zien. Zo is hij ook binnengekomen. Zo is hij ook zich gaan gedragen. Zo is hij ook, weet je wel, met die visie is hij binnengekomen. Voor de groep staan, weet je wel. Want dat vind ik altijd zo heerlijk. Mariska zegt, ja, Jesse staat voor de groep. Ik zeg, Mariska, dat is niet zo. Hij doet of dat hij wel voor de groep staat. Maar diep in zijn hart is hij altijd met zichzelf bezig. Hij zal dan altijd de credits daarvoor moeten hebben. Hij doet het met de intentie om wel iets voor de groep te doen. Maar er zit ook een eigen belang bij. Als je echt voor de groep staat, vind jij jezelf niet belangrijk. Maar vind jij het hele groepsproces belangrijk. En zul je jezelf altijd een stap naar achteren zetten. Maar Jesse zegt een stap naar voren. En doet het voor de groep. Ik zeg, dat is een hele andere intentie dan dat wat jij zegt. Ze zegt, nee hoor, hij hoeft daar zelf echt niet beter van te worden. Ik zeg, dat is niet waar. Nee, dat is bullshit. Dat is bullshit. En het is, hij doet het altijd ook in de vorm dat hij er zelf beter van wordt. Ja, of wat dan ook. Tuurlijk. En hij is met die visie binnengekomen. De vorige keer was hij altijd alleen maar met zichzelf bezig. Geld ging naar zichzelf, weet je wel, wat dan ook. Wat dan ook. En hij wou het nu anders doen. Hij wou nu voor de groep staan, voor Utopia staan en wat dan ook. En om die titel binnen te halen. En hij heeft nu één kans om die titel binnen te gaan krijgen. En daar gaat hij alles voor doen. Mm-hmm. Alles. Ja. Hij wil uitstralen dat hij voor Utopia kan werken. Dat hij een hart voor Utopia heeft. Dat hij iedereen kan helpen. Want je merkt nu ook bijvoorbeeld met die kistjesvraag, Mariska is dan weer pissig over het feit van dat iedereen niet helpt. Ja, en dan maakt hij daar wel een opmerking over. Maar hij loopt niet naar de mensen toe om te vragen of hij met die kistjes bezig wil laten gaan. Nee, klopt. Nee. En daarvoor was dat altijd wel zo. Dan ging hij lullige opmerkingen erover maken, dan ging hij er wat dan ook. En daar is hij wel anders in. En misschien wil, dit is wat hij wil. Dat, zo is hij ook eigenlijk binnengekomen. En misschien is hij nu is weer een soort... schakeltje omgegaan, dat hij denkt van, waar kwam ik eigenlijk voor binnen? Hoe wil ik eigenlijk zorgen dat het zo is? En zo ga ik me nu ook weer gedragen. Ja, maar het eerste wat hij binnenkomt, begint hij ook over de kistjes. Oh ja, ik ben het zagen. Oeh, de hele dag zagen. Dat zijn kleine dingetjes die ik dan constateer. Denk van, joh, ik moet even zeggen dat je de hele dag gezaagd hebt. Ja, je moet niet vergeten... Ger, hij is er gevoelig voor. Hij zit hier, drie mensen ziet hij hier binnen zitten. Hij is daar geen onderdeel van. Dat zijn in ieder geval twee mensen met wie hij heel close is. Mm. En die zit hier binnenkomen. En eigenlijk valt het gesprek dood. Begrijp je wel? En hij wordt eigenlijk weggekeken. Mm.
Hij heeft dat soort dingen door. Hè? Hij zit de hele tijd aan het kijken van, en het observeren. Waar zijn mensen en waar gaan ze heen en wat zijn ze aan het doen? Maar dat zie je toch ook wel als wij bijvoorbeeld hier ook met z'n drieën zitten. Ja. Dan moet je ook altijd even kijken. Ja. Joh, wat gaat het over en hoe ja. wat? En deed hij in één volgens mij ook. Dat heeft hij ook al een keer tegen mij gezegd. Ja. Joh, als ik merk van joh, dat er iets is of dat er iets dingen besproken worden. Weet ook wel, hij kwam ook best wel vaak in het huisje bij mij en Chris altijd binnen. Ja. Gewoon even overal even een beetje koekeloeren van joh. Ja, hoe zit dat precies? Ben ik welkom? Hoe zit dat? Ja. Ja. Hij is nu ook heel nieuwsgierig. Hij vraagt naar alles wat ik doe en wat ik wil en wat ik denk en wat, ja. hoe en wat. En ik denk van, joh, je bent wel heel nieuwsgierig, hè? Ja. Maar ik denk ook dat hij... dus, kijk, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar ik denk uiteindelijk ook... nou, hij gaat ons er ook in voorbij. Ja. Ik zeker. Nee, ja, absoluut. Gaat de, ja. Ja, sorry, ik kan het niet anders maken. Dat is wel heel eerlijk wat ik denk. Ja, en ik hoop, kijk, ja, ik denk dat het niet handig is. En of hij moet erop gewezen worden, of je moet het accepteren dat het zo is. Of je wijst hem erop. Ja, maar ik heb hem er al op gewezen. Ja. Maar hij snapte niet wat ik bedoelde. Ja, of hij wil het niet snappen. Nee, hij snapt het wel, maar hij vindt niet leuk dat het benoemd wordt. En dat weet ik ook wel. En dan zeg ik heel duidelijk van, joh, dit is mijn mening. Zo zie ik het. En wat jij ervan vindt, wat ik ervan vind, ja, dat mag je vinden. Is prima. Maar daar heb ik geen boodschap aan. Dit is wat ik zie. Ja. En dan zie je, was hij echt gewoon een paar uur gewoon helemaal pissed off over. Hoe durft hij dit nou te zeggen? En hoe kan dit nou uit zijn mond komen? En ik snap niet hoe jij hierbij komt. Het is echt waanzin dat jij zo denkt. Echt. Jokie had er ook altijd een handje van. Hè? Die kon het ook altijd. Dus hij had altijd Chris. Ik altijd echt irriteerde me er een matroos aan die vent. En die was ook de hele tijd dingen inzichtelijk aan het maken. En als het dan te heet onder zijn voeten werd, weet je wel, dan kon hij even een plaatje van de mensen schetsen zo van hoe die bezig waren. Daar was hij ster in. En dan mensen op fouten drukken. Maar als dan uiteindelijk het zo werd gedraaid, hoe weet je wel, hoe, en het klopt en het kwam op zijn bordje te liggen, dan droop je altijd, huppelde die weer weg. Maar hoe bedoel je dat? Het is gewoon, ik zei, je bent weer bezig om te zorgen dat je het weer inzichtelijk, hè, dat je het weer voor de kijker weer in beeld kan brengen. Je bent weer een beeldvorming, zo noemde ik het de hele tijd, beeldvorming aan het creëren. En zei ik van, nou maar, en dan werd er wat anders gezegd en dan kwam het op zijn bordje terecht en dan liep hij gewoon weer weg.